Goedenavond allemaal, mijn naam is Earl Kerrich. Ik ben officieel spreker voor SkyWorld Community. Ik ben daarnaast ook lid van het communicatieteam. En samen met Nettie Sommers verzorgen wij eigenlijk voor Nederland de volledige communicatie die vrij wordt gegeven vanuit SkyWorld Community. Dan wel Unitsky String Technologies. Wij realiseren ons ook dat een aantal Nederlands sprekende Belgen zich ook onder ons bevinden en dat die eigenlijk ook altijd deel willen nemen aan onze webinars. Dat waarderen wij ten zeerste en ook voor jullie, uiteraard willen we jullie helpen zo goed als kwaad als het kan. Mochten we er niet uitkomen, dan zullen we onze Belgische collega's, de Belgische leiders natuurlijk altijd contacteren om met jullie in contact te komen, mochten er vragen zijn die niet 1, 2, 3 te beantwoorden zijn. Daarnaast ben ik ook professioneel gebruiker van de applicatie AdvoHunter en daar kom ik later in deze presentatie even kort op terug. Nou, zoals reeds gezegd zijn Nettie Sommers en ik verantwoordelijk voor de verzending en de verplaatsing van de nieuwsupdates en de communicatie die dus vrij wordt gegeven vanuit SkyWorld Community over Unitsky String Technologies. Meestal zien jullie directe updates van Unitsky String Technologies en soms zien jullie updates vanuit SkyWorld Community. SkyWorld Community is het platform wat het ons mogelijk maakt of wat ons de kans biedt om te participeren in eigenlijk de opportunity of de enorme kans die Unitsky String Technologies ons biedt. Daarvoor hebben zij een platform aangesteld. Er zijn een aantal platformen in het verleden geweest. Er zijn nog twee actief, waaronder SkyWorld Community. En via SkyWorld Community, zoals reeds ook al gezegd, heb je de mogelijkheid om te participeren in deze unieke kans. En het staat iedereen uiteraard vrij wat je wel of niet wil of wat je wensen daarin zijn. Dat kunnen wij niet voor je beoordelen. Dat kunnen we ook niet voor je bepalen. Dat is echt aan jezelf. Op dit moment is het milieu een hot item. We hebben te maken met stikstofproblemen, klimaatproblemen. Alles staat met elkaar in verbinding. Ik geloof dat de ijskap op de Noordpool nog altijd smeltende is. Het is een cyclus. Helaas maar waar. Daar kunnen we niet heel veel aan doen. Wat we er wel aan kunnen doen is kijken wat voor soort mogelijkheid we onze aarde zouden kunnen teruggeven of kunnen bieden. Zodat de aarde iets minder snel zijn cyclus doorloopt. Ik noem het cyclus omdat deze door cyclussen ook in de geschiedenis hebben plaatsgevonden. Ik zuig dat niet uit mijn duim, dat kun je ook terugvinden in de boeken. Maar we hebben op dit moment wel te maken met dat het iets harder gaat dan, dan eigenlijk de bedoeling zou zijn. Geef het een naam, maar daarin is wel een vraag gerezen om te kijken naar een mogelijkheid dat eigenlijk goed is voor mens en natuur. En er zijn op dit moment allerhande ideeën die goed lijken en sommige zijn ook wel goed en sommige zijn iets minder goed. Maar smaken verschillen. Sinds 1978 is er ook een uitvinder bezig gegaan met dit vraagstuk, omdat hij iets heeft gezien dat de kant op zou gaan in waar we nu zitten. Nou, de uitvinder kennen we natuurlijk allemaal. En wat heeft hij eigenlijk bedacht? Nou, we zien hier een taart en die taart die is verdeeld in 4 stukken. En we zien lineaire stad, U-City, linksonder. Dan hebben we U-Sky Transport of U-Transport, Unitsky String Technologies, dat is rechtsonder. De naam spreekt vanzelfsprekend, dat is dus het transportgedeelte. Dan hebben we U-Terra, en dat is eigenlijk een grondverbeteraar in de vorm van een vruchtbare humus. Sommige mensen eten het op brood, maar ik niet, persoonlijke smaak. Maar de U-Terra is dus eigenlijk in het leven geroepen om de grond vruchtbaarder te krijgen. Dus hiermee geeft Unitsky zelf aan dat hij elke grondsoort op de aarde vruchtbaar zou kunnen krijgen. Daar heeft hij testen voor gedaan. Daar hebben mensen vanuit alle werelddelen ook aan bij kunnen dragen, inmiddels aarde doneren aan het lab van Unitsky String Technologies. En we hebben U-Energy. En U-Energy is eigenlijk het gedeelte wat gebruikt wordt van windenergie, dan wel zonnepanelen. Maar eigenlijk staat alles met elkaar in verbinding. Dus het ene product is nog niet beter dan het andere. Natuurlijk zijn ze afzonderlijk ook fantastisch. En dat zeg ik niet omdat ik hier sta te prediken voor eigen parochie. Maar dat zeg ik omdat ze ook daadwerkelijk zo getest zijn. En dat daadwerkelijk ook de reacties van mensen die op dit moment de testen van buitenaf moeten afnemen. Ook tot de conclusie komen van, god, dit concept is eigenlijk wel een heel fantastisch concept. En
ja, dat totaalconcept maakt dus uiteindelijk onderdeel uit van wat Junitsky zelf heeft bedacht. Zoals reeds aangegeven is hij sinds 1978 begonnen om zijn idee te visualiseren, vorm te geven. En sinds 2014 is hij ook daadwerkelijk begonnen met de assemblage van zijn ideeën. Nou is het heel goed om jezelf te realiseren dat voor 2014 dat Junitsky eigenlijk al een hele lange tocht aan het afleggen was om te kijken met welke partijen hij in zee zou kunnen gaan of die het eigenlijk zagen zitten in zijn idee. De eerste contacten, om een voorbeeld te geven, de eerste contacten die wij misschien niet kunnen terughalen, maar die Junitsky heeft gehad, waren met de Arabische Emiraten. En de contacten lopen al terug vanaf tot medio 2002. Dus zo lang is Junitsky eigenlijk al in contact met de Emiraten om het voor elkaar te krijgen, om daar iets te realiseren. Dus het geeft wel goed aan hoe lang dit duurt, omdat ook een van de veelgestelde comments die ik zie en klachten die ik af en toe wel eens lees, is van ja, maar dit duurt wel heel lang en het werkt allemaal niet. Daarin is het ook gewoon heel belangrijk om jezelf te kunnen realiseren dat dit een systeem is wat totaal nieuw is, dat elk schroefje, detailtje, noem het maar op, dat moet compleet ontworpen worden, alles moet gecertificeerd worden en ja, dat gaat niet sneller dan snel. Maar het geeft wel aan dat Anatoly Junitsky toch beschikt over een goed doorzettingsvermogen. Bijzonder brede schouders, omdat hij ruim 40 jaar bezig is om zijn idee te krijgen waar het tot wat het nu is. En het is nu nog steeds niet klaar. Nou, de definitie van ondernemer, even als dwarsstraat, is eigenlijk je doel nooit bereiken. En dat geldt ook voor Junitsky zo. Maar als je naar deze sheet kijkt, en dat zullen jullie ongetwijfeld al hebben gedaan, aangezien ik de tijd een beetje langzamerhand aan het voorpraten ben, dan zien jullie ook dat hij een aantal onderscheidingen heeft mogen ontvangen. Een aantal samenwerkingen met waaronder de Verenigde Naties heeft weten te bereiken. En zo kan ik zijn lijst met bereikte doelen alleen maar langer maken. Zoals net ook aangegeven, ieder detail wat hij ontwerpt, ontwikkelt en wat hij uiteindelijk ook in elkaar zet, moet gepatenteerd en gecertificeerd worden. En waarom is dat? Dat is om ervoor te zorgen dat de concurrentie er niet mee vandoor kan. Dat is eigenlijk ook een tijdrovende klus om dat gecertificeerd te krijgen. Je kunt het ontwerpen en bedenken, dat is de tijd niet. En natuurlijk kost het wel tijd, maar dit soort certificeringen moet altijd gedaan worden door bedrijven van buitenaf. Dus eigenlijk zien jullie hier een kleine greep uit de vele certificaten van Anatoly Junitsky, wat dus aangeeft dat alles op orde is en dat op elk niveau dit bedrijf de certificaten heeft ontvangen. Daar is natuurlijk ook altijd veel aan de vraag van, goh, wat maakt nou dat Junitsky String Technologies nog niet in Europa actief is, want het is toch zo goed? Ja, het is goed, maar we hebben te maken met de Europese Unie. De Europese Unie is, mijn inziens, best wel bureaucratisch ingesteld. Dus dat betekent dat voor een nieuwkomer, wat Junitsky String Technologies heden ten dagen nog steeds is, dat er niet heel veel plek is. Dus Junitsky is eigenlijk gebaat bij overheden die wat minder bureaucratische regelgevingen hebben en die eigenlijk wat slagvaardiger kunnen handelen. Nou, dus wat dat betreft mogen we onszelf in de handen wrijven met de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is niet dat ze daar geen visie hebben, dat ze daar hun verdiende oliedollars maar over de balk smijten. Nee, de Emiraten heeft wel degelijk een toekomstvisie. Als je nu kijkt wat ze globaal aan het doen zijn, dan zijn ze zich gigantisch aan het ontwikkelen op het gebied van technologie en kennis. En daar past Junitsky String Technologies eigenlijk fantastisch bij. Dus dat is eigenlijk de reden dat we Junitsky String Technologies vooralsnog, moet ik erbij zeggen, nog niet in Europa actief zien. Daar zijn we onderhandelingen achter de schermen gaande. En zodra daar wat meer nieuws van naar buiten komt, zullen we dat ook met jullie delen. Maar dit is ook een heel belangrijk certificaat. Dit certificaat geeft aan dat Junitsky String Technologies een bona fide bedrijf is. Dus dat het eigenlijk internationaal gezien goed op de kaart staat. En dat bedrijven of private instellingen met een gerust hart zaken kunnen doen met Junitsky String Technologies. Nou, inmiddels is Junitsky String Technologies niet meer operationeel op een normaal niveau, maar zijn ze ook in Wit-Rusland operationeel op wetenschappelijk niveau. Dit is internationaal zo. Ondanks de huidige politieke situatie waar we mee te maken hebben, dit soort certificaten zijn wel internationaal georiënteerd, want ze hebben er ook in de Verenigde Arabische Emiraten eentje. Dus het geeft aan dat ze echt op een heel ander niveau aan het werk zijn. Een niveau wat wij ons niet goed kunnen realiseren, maar wat er wel voor gaat zorgen dat er straks een uniek concept wordt gelanceerd. En wat is dat concept dan? Nou, als we nu naar de foto kijken op deze sheet, dan zien we dat
Dat we een horizontale rail zien. En die rail die staat in verbinding met aarde door verticale pilaren. Ik zal vanaf heden de verticale pilaren intermediate supports gaan noemen. En de horizontale rail, dat heet dan de stringrail. En wat direct opvalt is dat er veel meer ruimte overblijft voor de natuur. We zien dat de gras rustig kan groeien. Dus er is eigenlijk geen hinder tussen het transportsysteem waarbij mensen van A naar B reizen. Of dieren of andere... situatie die je eigenlijk nu wel hebt als je een normale treinrail zou bouwen. En dit is eigenlijk een sheet die aangeeft wat Unisci String Technologies zou kunnen gaan betekenen. Nou, er zijn er ook mensen die altijd zeggen, ja, maar een dergelijk systeem bestaat al. In Duitsland hebben ze verschillende steden, in Amerika hebben ze ook verschillende steden en ook in China hebben ze dat. Ja, dat is correct. Dat zijn inderdaad transportsystemen die gebruik maken van het tweede niveau. Misschien is dat inderdaad niet heel nieuw, maar wat wel nieuw is dat eigenlijk het systeem van Unisci compleet automatisch is. Dat het artificial intelligence beschikt, waardoor de modules zelf kunnen nadenken. Als we kijken naar de rechterkant, dan zien we een foto van een dichtgeslipte stad. Nou, dit zijn een aantal steden die wereldwijd waarin de dagelijkse gang van zaken is. Denk hierbij aan Lagos in Nigeria, New Delhi, India, Peking in China. En zo kan ik een aantal wereldsteden opnoemen waarbij mensen meer langer in de file staan als dat ze ergens zijn. Dan heb je ook altijd een groep die zegt, ja, maar dat kan wel wezen. Transportsysteem op een tweede niveau, hartstikke leuk. En dat het beschikt over artificial intelligence. Maar dan nog, het is er al, het heeft alles weg van een monorail systeem. Nou, ook dat is weer niet zo. Een monorail systeem is veelal een getrokken systeem. Dat wil zeggen, denk hierbij aan een skilift. Dan staan er boven, zowel boven als beneden, staan er twee motors, motorwielen. Daartussen is een kabel gespannen en aan die kabel hangen de gondels of de stoeltjes voor de skilift. Dan wilde wel eens een ramp plaatsvinden met een skilift waarbij dan de ravage niet te overzien is. Nou, dus dit geeft ook al aan dat dit soort getrokken systemen totaal niet te vergelijken zijn met het innovatieve transportsysteem van Unisci. Nou, wat is dat innovatieve transportsysteem dan? Nou, oké, het maakt gebruik van het tweede niveau zoals we hier zien. We zien de intermediate supports en we zien de stringrail. Maar wat direct opvalt is dat de spanwijdtes tussen de stringrail, dat het eigenlijk... fantastisch is. Er blijft veel meer ruimte over. In dit geval zien jullie een kleine foto of grote foto van het Ecotechnopark in Wit-Rusland, Marina Gorka. Daar is de spanwijdte van deze flexibel stringrail is 200 meter. Dus dat betekent dat je 200 meter overhoudt die je kunt opvullen voor andere doeleinden of dat terug kunt geven aan de natuur. Er wordt in Wit-Rusland op dit moment getest, zowel op goederen als passagiersvervoer. Dus ondanks de huidige situatie gaan die testen gaan gewoon door. En dit is een 2D-tekening van ons aardoppervlak. En dan zien we dat sommige mensen zeggen dat de aarde plat is. Dat mogen we voor hun rekening nemen. Dit is inderdaad een platte tekening om het inzichtelijk te maken. Maar onze aarde is, bestaat uit heuvels en uit dalen. Op het moment dat wij mensen iets willen gaan bouwen, dan moeten wij de hele boel egaliseren. Dat gebeurt op foto 2. En wat je dan ziet gebeuren is dat de dieren die in een bepaald leefgebied leven, letterlijk en figuurlijk in het gedrang komen. Zodra de grond is geëgaliseerd, kunnen we beginnen aan de fundering. En de fundering neemt ook wederom weer iets meer plaats in beslag dan eigenlijk noodzakelijk zou hoeven zijn, mijn inziens. Zodra de fundering ligt, dan komt er in dit geval een doorsnede op van een spoorconstruct. En wat je dan ziet ontstaan is een soort drietrapsraket, waarbij de egalisatie vele malen meer ruimte in beslag neemt dan het daadwerkelijke bouwconstruct in de vorm van een spoorconstruct. Als we nu gaan kijken naar het onderste plaatje, dan zien we dat de intermediate supports en de stringrail eigenlijk op dezelfde manier wel worden gebouwd. Nog steeds horizontaal. Je ziet dus horizontale intermediate support, of verticale intermediate supports en de horizontale string. Maar het vernuftige systeem is dat het zich boven de grond bevindt. Doordat de intermediate supports op verschillende spanwijdten van elkaar geïmplementeerd kunnen worden, ontstaat er dus ook vele malen meer ruimte over op de aarde. Dus die kan worden teruggegeven voor andere doeleinden. De intermediate supports kunnen op verschillende spanwijdten van elkaar worden gespannen. Denk hierbij aan een spanwijdte van 20 meter, 40 meter, 50 meter enzovoorts. Tot spanwijdtes waar op dit moment binnen nu en niet al te lange tijd getest gaat worden in de Emiraten. Op een spanwijdte van 288 meter. Zodra de string op spanning is, worden de uiteindes uit de grond gehaald. En die worden bevestigd aan zogeheten ankers. En de anchor support is een opstapstation en daar kom ik zo meteen even kort op terug. Maar zoals reeds aangegeven, zodra de
stringrail op spanning staat en ook de hulpondersteuners zijn weggehaald, zie je uiteindelijk een fantastisch product staan, waarbij dus het transportsysteem op het tweede niveau kan rijden van A naar B, maar waarbij de natuur eigenlijk voor 95% nog steeds intact blijft. Aan de rechterkant zien jullie een doorsnede van de stringrail. En dat is ongeveer hoe dat er van binnen uitziet. Alles wordt bij elkaar gehouden door de behuizing. Dan hebben we milieuvriendelijk opvulmateriaal. Dan zien jullie zes getwiste stringrails. Een stringrail is eigenlijk heel simpel om het uit te leggen. Als je een snaar van een gitaar kijkt, dan zie je ook dat die volledig gedraaid is. Of probeer je wijsvinger om je middelvinger heen te draaien. Dat geeft je enigszins een idee hoe dat eruit ziet. Daarnaast is er ook nog bijzonder veel technologie in de stringrail zelf. Maar ja, dat is het hart. Dat is een van de geheimen van Uniski String Technologies. Dus dat kan ik niet met jullie delen. Dat is ook logisch, want op het moment dat dat gedeeld wordt, dan is ook het concept van Uniski String Technologies is weg. Dit alles wordt bij elkaar gehouden, zoals reeds aangegeven, door de behuizing. En op de behuizing zien jullie de rail bedding. En de rail bedding is het contactpunt waarbij de wielen van de modules contact maken met de stringrail. Waarbij er dus ook weer andere situaties ontstaan. Maar Uniski geeft garantie af van 100 jaar op het contactpunt van de stringrail. Dus bij de rail bedding. Dus dat is eigenlijk zeer uniek. In het blauwe kadertje zien jullie het anti-derailment system. Dat is het ontsporingssysteem. Dit is een zeer belangrijk systeem. Mocht hier een probleem in geraken, ja, dan zijn er rampen niet te overzien. Mocht het bedrijf op de beurs of een beursnotering hebben en er zou een dergelijke ramp plaatsvinden, dan worden we met z'n allen niet blij. Dan wordt het bedrijf zelf niet blij van. Dus daarom kiezen zij ervoor om alles 5 keer beter te testen. Zodat het beslagen ten ijs uiteindelijk wel de markt kan gaan betreden. Nou, de modules kunnen ook op verschillende intervals achter elkaar rijden. Denk hierbij aan intervals van 20 tot 50 seconden. En in de nabije toekomst moeten we er niet gek van opstaan te kijken. Dat ze dat op een interval kunnen doen van plusminus 2 seconden. Een aantal sheets terug sprak ik over een anchor support en dit is een anchor support. Wat is een anchor support? Dat is dus een station. Waarom heet het een anchor support? Omdat daar de stringrail verankerd wordt in het plafond. Dat is een kolossaal construct wat dan in het gebouw wordt bevestigd. Maar op deze manier kunnen dus de modules het station in en uitrijden. En hetzelfde geldt ook voor het goederenvervoer. Wat direct opvalt is dat alles zich bevindt op het tweede niveau. Dus er is genoeg plek over voor mens en natuur en auto's zouden kunnen rijden. En in dit geval haal je dus de bussen uit het verkeer, waardoor je dus meer ruimte overhoudt en minder CO2 zou hoeven uitstoten. Dan is er ook altijd de vraag van, ja, hoe staat het nu met de drone? Nou, de drone is nog steeds in ontwikkeling. De bedoeling is dat hij straks plusminus 1,5 ton gaat tillen. Hij is gepresenteerd op het Ecofest van 2018 in Wit-Rusland. Daar hebben mensen hem ook kunnen zien. Wil je hier meer informatie over hebben, dan verwijs ik je naar de officiële site van de ontwikkelaars van de drone. Deze kun je terugvinden op de site van www.uscovery.com. Daar kun je hem op terugvinden en dan kun je alle informatie ook bekijken. Zodra deze module is gecertificeerd, zal die ook direct worden ingezet om commerciële trajecten te assembleren. Zodat mensen dus ook moeilijk bereikbare gebieden kunnen bouwen. We hebben 3 soorten stringrail. We hebben een stijverspoorconstruct waarbij de modules daaraan hangen. We hebben een stijverspoorconstruct waarbij de modules dus zowel aan hangen als bovenlangs overheen kunnen rijden. En we hebben een flexibel spoorconstruct. En het woord flexibel zegt het al, dat is een flexibel spoorconstruct. En hoe kenmerkt zich dat? Dat kenmerkt zich heel simpel. De intermediate supports zijn altijd hoger dan het diepste punt. Dus de onderste tekening zie je dus dat hij ook een beetje is gebogen. Op de foto zien jullie ongeveer hoe de stringrail eruit ziet. Dus de flexibel stringrail en hoe klein dat eigenlijk is. Op het moment dat dat op een hoogte hangt van 13 meter, dan ontgaat het je eigenlijk. Door middel van staal op staal wrijving komt de energie vrij. Is een van de methodes dat de energie vrij komt. Ook bij de remmen komt de energie vrij. Die energie kan ook worden opgevangen in de accu's die de modules bij zich dragen. En op het moment dat ze een station binnenrijden, kunnen ze de opgewekte energie ook afstaan. Maak hierbij een hele simpele verdeling van 20 tot 80%. 80% kunnen ze afstaan, 20% hebben ze nodig voor zichzelf. De aerodynamica is ook een heel belangrijk aspect van Uniski String Technologies. Je kunt niet een baksteen ontwerpen en ervan uitgaan dat als je een beetje de hoeken afvelt, dat het dan aerodynamisch ook zijn werk zou kunnen doen.
Daarom zeg ik ook van heel vaak tegen mensen van wat we nu zien is eigenlijk state of the art, wat er in een korte tijd is gerealiseerd. Maar voor de periode dat het heeft kunnen, zichzelf heeft kunnen realiseren, is er wel een ontwikkeling aan vooraf gegaan van 40 jaar. Dus wat we nu zien is ja, eigenlijk slechts het tipje van de sluier. En als we dan kijken naar de Uflex, dan zie je dat die zo is ontworpen zodat er voor als achterlangs geen windcirculatie ontstaat. Als we dan naar de auto kijken, dan zien we dat er achter de auto wel windcirculatie ontstaat. Maar dat is dus niet het geval bij de modules van Unitsky String Technologies. Dus eigenlijk zie je dat er dus een ontwerp is gerealiseerd. Wat perfect voldoet aan, ja, eigenlijk aan alle eisen, kenmerken die we nu hebben. Nou, dit is dan de U-Flash in het echt. De U-Flash is gepresenteerd op de InnoTrans van Berlijn in 2018. Op het Ecofest van 2019 is hij gepresenteerd aan het grote publiek, die naar Wit-Rusland hebben kunnen afreizen. En hoe staat het er nu voor? Nou, er zijn verschillende verhalen gaande dat de U-Flash uit het stageprogramma is gehaald. Het zou kunnen. Het is heel simpel. Zodra Unitsky String Technologies geen officieel nieuws hiervan naar buiten brengt, weet ik het niet. Dus dan is dat nieuws ook niet officieel. Wil ik het ook niet met jullie delen als officieel nieuws, omdat het nieuws niet officieel naar buiten is gebracht. Dus het zou kunnen. Mijn inziens is het van belang dat je dus gewoon aanneemt wat er wordt gezegd. En niet wat er wordt gezegd op het gebied van de verkeerde informatievoorziening, maar wat er wordt gedeeld vanuit SkyWorld Community ofwel Unitsky String Technologies. Het is zo dat er nu wordt gekeken om een testtraject te bouwen voor de U-Flash. En ze zijn nu aan het kijken in welk land dat het beste of het snelste zou kunnen. In de Emiraten of in Wit-Rusland. In Wit-Rusland zijn de bouwkosten 3 keer goedkoper als in de Emiraten. Maar toch zijn ze aan het kijken omdat ze deze module ook getest willen hebben. Nou, er is dan ongeveer een testbaan van nodig van plus minus 25 kilometer lang. 10 kilometer is nodig om te accelereren van 0 tot 500 kilometer per uur. 10 kilometer heeft hij nodig om te blijven rijden op zijn topsnelheid van 500 kilometer per uur. En 5 kilometer is nodig om op een rustige manier tot stilstand te komen. Op het moment dat dit wordt gerealiseerd in een van de genoemde landen, dan kan het ook weer natuurlijk heel veel invloed hebben op het ontwikkelingsprogramma waar we nu allemaal rustig naar aan het kijken zijn. En dit is de volledige rollende voorraad, of rolling stock in het Engels, maar rollende voorraad klinkt een beetje cru, van Unitsky String Technologies. Alle modules, behoudens de U-Flash, hebben een topsnelheid van 150 km per uur. Linksboven zien jullie de UniWind. De UniWind is een lichtgewicht module, biedt plaats aan 2 personen. De UniBike is het eerste geteste en gecertificeerde model van Unitsky String Technologies en dat is einde 2016 is dat gebeurd. Dan krijgen we de UniCar. Excuse. U4430, T1 en T3. Eigenlijk compleet identiek aan elkaar, behalve dat bij de driedubbele versie er plek is voor 18 personen en in de enkele versie plaats is voor 6 personen. Hetzelfde geldt voor de Unibus U4210. Op het moment dat er een module bij komt, is er ook plek voor andere, voor meer mensen. In de enkele versie is er plek voor 12 tot 14 personen. En in de driedubbele versie, nou reken dat heel rustig zelf uit. Datzelfde geldt ook voor de Unibus U4220D2. Enkele versie biedt plaats aan 25 personen. In de driedubbele versie is er plek voor 64 personen. De U-Flash in deze configuratie, deze zien we hier linksonder nog even kort, is er plek voor 6 personen. En dit is de 5e generatie modules van Unitsky String Technologies. We zien hier de U-Lite en we zien hier de U-Bus Carrot. En de U-Bus Carrot is een module die plaats biedt aan 25 personen. En de U-Lite is het model wat straks zal worden ingezet voor het eerste commerciële traject in Marina Gorka. Ook op het gebied van goederenvervoer is Unitsky String Technologies niet stil blijven staan. Door de huidige pandemie waar we mee te maken hebben gehad, is de vraag eigenlijk terechtgekomen van het passagiersgedeelte naar het goederenvervoer. En zij hebben in de afgelopen jaren hebben zij dus de goederenmodules in een rap tempo weten te ontwikkelen. Dus voor ons was het dat ze stil hebben gestaan. Maar achter de schermen zijn ze wel degelijk doorgegaan met de ontwikkeling hiervan. Wat nu wordt getest in Marina Gorka is de Unitruck en de Unitrans. De Unitrans is een grote lopende band, snelheid van 30 km per uur, waarbij het wordt mogelijk gemaakt om eigenlijk ruwe aardse materialen op een hele eenvoudige manier van A naar B te transporteren.
Nou, de Unicont is inmiddels in volle ontwikkeling. We zien hier nog 3D-tekeningen boven. En onder zien we de eerste beelden van de Unicont. Hij zal binnen nu en niet al te lange tijd naar de Emiraten worden getransporteerd. En dan zal hij gelijktijdig als in Marina Gorka ook de testen gaan ondergaan. Nou, dit is dan het eerste commerciële traject in Marina Gorka langs het Ecotechnopark. Dat is een traject van 1125 meter lang. De U-Light zal dat gaan bedienen en die zal dus mogelijk maken dat toeristen van de parkeerplaats eenvoudig vervoerd kunnen worden naar het vakantiepark dat zich bevindt naast het Ecotechnopark. Nou, dit alles wordt bedacht door een enthousiast team van engineers. Er werken op dit moment plusminus 1000 mensen voor Unitsky String Technologies. En het eerste kantoor wat ze hadden voldeed niet meer. Ze groeiden letterlijk en figuurlijk uit hun voegen. Dus ze hebben sinds een aantal jaren een nieuw kantoorpand betreden. Dus hier wordt alles bedacht, hier wordt alles ontworpen. Op het moment dat het wordt ontworpen en klaar is, dan gaat het naar de fabriek en daar zijn de handige handen en die assembleren alles. Dus hier worden de modules ook daadwerkelijk in elkaar gezet, worden de schroefjes aangedraaid en wordt alles getest en bekeken of het ook daadwerkelijk zo klopt. Zoals Unitsky en zijn team van engineers hebben weten te berekenen. Als alles goed is bevonden, dan gaat het naar het testpark in Marina Gorka. Dat is eigenlijk een showroom in de open lucht. Maar ook een volledig CO2-neutraal draaiend testpark. Er wordt hier op ecologische wijze groente en fruit geteeld. De huizen die erop staan, het ecohuis en een klein vakantiehuis, zijn volledig CO2-neutraal. Hebben ook speciale beglazing erin zitten. Dat houdt in de zomer de warmte buiten. En in de winter zorgt dat het de warmte naar binnen haalt van de zon. En ja, hier hebben overheidsdelegaties de mogelijkheid om te komen kijken wat Unitsky heeft bedacht. Hier wordt nog steeds getest, dus eigenlijk vinden hier dagelijks nieuwe testen plaats. Dan wordt er getest in verschillende weersomstandigheden. Denk hierbij aan regenachtige omstandigheden of zware winterse omstandigheden. Omdat onze aarde ook verschillende weersomstandigheden heeft. Sommige mensen wonen in de warmte, sommige mensen wonen in de bittere kou. Dus Unitsky kan eigenlijk alles bedienen van min 60 tot plus 60. Regen tot geen regen, daar is allemaal antwoord op. Daarnaast zijn ze ook bezig om een nieuwe lijn op het testpark in Marina Gorka te realiseren. Deze lijn zal straks ook uitvoerig met jullie worden gedeeld. Maar dit zijn de eerste twee foto's die zijn gedeeld in verschillende webinars die Unitsky String Technologies heeft gegeven, of videopresentaties. Dus het geeft wel aan dat ze op verschillende fronten aan het ontwikkelen zijn. Nou, in het begin van mijn presentatie gaf ik aan dat een van de type stringrail zo is ingedeeld dat er wel zowel boven als onderlangs gebruik van kan worden gemaakt. Nou, en dat zien jullie op deze foto. Boven zien jullie de U-Flash en onder zien jullie de Unibus of U-Bus U422D2. Nou, dit kun je ook configureren door een Unicont boven of onderlangs te hangen en dan het passagiersvervoer te verplaatsen naar boven of onderlangs. Dus het geeft aan hoeveel mogelijkheden er zijn. Het geluid is een zeer belangrijk aspect van Unitsky String Technologies. Het is heel goed om je te realiseren dat je het geluid pas hebt kunnen detecteren als het al voorbij is. Als zo'n module op 150 km per uur of harder voorbij komt rijden. En ze produceren eigenlijk een maximaal geluidscapaciteit van 85 dB. En de stringrail is volledig geïsoleerd, dus het geluid kan eigenlijk geen enkele kant op. Dus dat betekent, je hebt het geluid pas heel simpel uitgelegd, pas gedetecteerd als het voorbij is. Ik krijg vaak wel eens van mensen de vraag van, goh, wat maakt nou dat je er niet dieper op ingaat? Het is voor ons heel belangrijk dat mensen die nieuw zijn met deze technologie en die eigenlijk zoiets hebben van, wat is het eigenlijk voor science fiction-achtige setting, dat ze dit ook kunnen volgen. Op het moment dat ik heel diep in de materie doorga, dan kunnen mensen afhaken, dan kunnen ze het niet meer begrijpen en dat willen wij niet. Het is natuurlijk voor iedereen mogelijk om op bepaalde situaties een verduidelijking te vragen. En daarvoor kun je net hier van mij ook gewoon rustig contacteren. Nou, dan zijn er verschillende samenwerkingen. Ze hebben samenwerkingen met minder bekende bedrijven, maar ze hebben ook samenwerking met meer bekende bedrijven. En dit is een van de meest bekende bedrijven, zeker voor de mensen uit België, met Belgische bedrijf Bekaert. Die hebben rollen staal geleverd, zowel in Marina Gorka als in Sharjah, Verenigde Arabische Emiraten. En dat geeft op deze foto dat ook gewoon aan. Dan is er ook een samenwerking met het Chinese bedrijf Lenovo. Die hebben gezorgd voor de datavoorziening. Denk je bij aan grote harde schijven, computersystemen. Dus
eigenlijk zie je dat ze worden ondersteund door de meest bekende bedrijven. Ook het Franse bedrijf Dassault Systèmes, die 3D-rekenmodules heeft ontworpen, onder andere voor Unitsky String Technologies. Heeft ook zijn samenwerking of zijn naam verbonden aan Unitsky String Technologies. Nou, zeker Dassault Systèmes is geen kleine organisatie. Die verzorgen al heel lang onder andere technologieën voor de luchtvaartindustrie. Dus zo zie je dat Unitsky wordt ondersteund door de grootste bedrijven die we op dit moment op deze aarde hebben. Dan gaan we van Europa langzamerhand naar de Verenigde Arabische Emiraten. En dan komen we uit op het Sharjah Research Technology and Innovation Park. Nou, en daar heeft Unitsky sinds 2018 een stuk land toegewezen gekregen. En zij zijn daar gaan bouwen. En dat hebben zij gedaan onder de merknaam U-Sky Transport. En ze hebben daar het U-Sky Transport Certification and Innovation Park. Dus zij zijn onderdeel van het Sharjah Research Technology and Innovation Park. Op de foto zien jullie ongeveer hoe dat eruit gaat zien. Ik zeg ongeveer omdat de gebouwen, zodra ze daadwerkelijk worden gebouwd, iets kunnen afwijken. Maar dit gaat het straks worden. Aan de rechterkant van jullie zien jullie twee bestaande foto's van het houten ecohuis. Overigens het enigste houten huis in de hele Verenigde Arabische Emiraten. Die zijn er niet zo happig op houten constructies. Dit komt gewoon puur omdat het daar nogal warm kan worden. Maar Unitsky heeft aangegeven dat hij dat koel kan houden. Dat kan hij ook. Het is een hele aparte ervaring om dat mee te maken. Het is woestijnklimaat. Heel droog, heel heet. Maar zodra jij het houten ecohuis binnenkomt en zeker op de binnenplaats rondloopt, dan is het ook daadwerkelijk daar koel. De lijn van 400 meter is af. Daar kom ik zo kort op terug. Maar wat is dan de rol van het Sharjah Research Technology Innovation Park? Is het daar nou voor de fun neergezet, voor de mooierigheid? Nee, het dient een doel. Het is eigenlijk heel simpel uit te leggen. Het Sharjah Research Technology and Innovation Park, een hele mond vol. Zij zijn eigenlijk een verbindingshub. Zij hebben de kennis en zij bieden startups, waaronder U-Sky Transport of Unitsky String Technologies, de mogelijkheid om hun product daar te realiseren. En wat doen zij? Zij brengen overheidsfunctionarissen eigenlijk in contact met die startups. Dus datzelfde geldt ook voor Unitsky String Technologies. Dankzij het Sharjah Research Technology and Innovation Park hebben ze al verschillende hoogwaardigheidsbekleders mogen ontvangen. Nou, dit is dan de lijn van 400 meter waar ik over sprak. En we zien hier de U-Car U431T. En dat is eigenlijk een speciale versie voor tropisch klimaat. Deze kan tot 60 plus minus 60 graden temperatuurverschillen. Daarin kan hij gewoon functioneren. Er zijn verschillende kleine aspecten op aangebracht. Waaronder zogeheten ventilatoren op de U-car zelf. Zodat ze ook een stof van de stringrail afblazen tijdens het rijden. Er wordt in de Emiraten ook getest op het goederenvervoer. En dan zul je denken, ja, wat is zo'n kleine container? Wat is dat voor iets lachwekkends? Dat kunnen we niet serieus nemen. Nou, doe dat maar wel. Dit is een mini-container. De data die vrijkomt van de testen. Die wordt gebruikt om de grote U-cont straks met een voorsprong zijn test- en certificeringsfase in te kunnen laten gaan. Daarnaast is dus ook de U-car volledig gecertificeerd. Dus dat betekent dat overheidsfunctionarissen of functionarissen van andere organisaties of jij en ik met een gerust gevoel plaats kunnen nemen in deze module en dezelfde experience of dezelfde ervaring kunnen krijgen hoe het is om te reizen met Unitsky String Technologies. Nou, en dit is dan de certificaat. Dat is afgegeven door de internationaal erkende organisatie TUV, TUV. Deze zit in Dubai. En deze geeft het dus aan dat dit transportsysteem veilig is. Daarnaast hebben ze ook verschillende certificaten op andere gebieden. Dit is een certificaat wat aangeeft dat U-Sky Transport volledig management proof is. Dus dat eigenlijk alle lagen binnen de organisatie volledig naar behoren functioneren. Dit certificaat is afgenomen door de internationaal erkende organisatie ISO. De ISO-standaard. Dat is een hele zware audit die je daarvoor door moet lopen, moet ik zeggen. En bedrijven bijvoorbeeld in Nederland die dat ook hebben, dat zijn bijvoorbeeld KPN. Dus dat geeft aan dat ook U-Sky Transport en Unitsky String Technologies in Minsk, beide hebben ze nu zo'n certificering. Dus alles in dit bedrijf is op orde.
Ook in de Emiraten functioneren ze inmiddels op wetenschappelijk niveau. Dus het geeft alleen maar weer aan wat voor certificaten en wat voor producten ze eigenlijk aan het ontwikkelen zijn. En wat voor certificeringen ze eigenlijk op zak hebben. Dit soort certificeringen zijn best wel belangrijk. Het is niet zo dat je die heel simpel kunt krijgen. Maar je krijgt ze alleen maar door ze daadwerkelijk te verdienen. Nou, dit is Anatoly Yunitskiy zelf, die nog even persoonlijk polshoogte komt nemen bij de implementatie van testlijn 4. Klopt alles, functioneert alles, werkt alles. Nou, dat is inmiddels het geval. De volledige testlijn 4 van 2,5 kilometer is zo goed als klaar. Is in één keer gehezen. En dat is eigenlijk een unieke prestatie. Dus, een product van 2,5 kilometer lang. In één keer naar boven hijsen, dat is niet eerder vertoond. Nou, waarom zeg ik dat de testlijn 4 bijna klaar is? Achter het station wordt op dit moment in heel snel tempo gebouwd aan de intermediate supports om de module eigenlijk van de grond op een hele efficiënte manier naar boven te krijgen. Je kunt dat doen met een hijskraan, maar eigenlijk is het natuurlijk vele malen handiger dat je een stukje creëert waarbij de module dus diagonaal bij niet al te grote gradenhoek van beneden naar boven kan. Dus dat gebeurt nu achter de schermen. Hier wordt ook de laatste hand aangelegd. Dus al met al is dat ook weer positief nieuws. Nou, dan wederom een certificaat dat aangeeft dat de intermediate supports voor testlijn 4 volledig naar behoren functioneren. Dus deze zijn goed bevonden. Dus ze zien dat ze voor ieder stukje certificering moeten aanvragen, maar ook daadwerkelijk certificering hebben. En dit is dan de andere testlijn. Deze testlijn met de gebogen intermediate support staat er al wat langer. Maar inmiddels zijn ze nu ook heel rap bezig om het containerdepot voor testlijn 2, om die klaar te stomen en af te bouwen. Nou, beide lijnen zijn 2,5 kilometer lang. Zijn beide 2,5 kilometer lang. En deze lopen van het houten ecohuis, om het weer simpel te houden, helemaal naar het hoofdkantoor van het Sharjah Research Technology and Innovation Park. Nou, aan de rechterkant van deze foto zien jullie ongeveer hoe dat eruit gaat worden. En als we dan een echte foto hebben, dan zien we dat het containerdepot al een stukje verder klaar is. En sinds gisteren is na een hele lange zeereis dan ook daadwerkelijk de U-Bus Carrot aangekomen op het certificeringscentrum in Sharjah. Dus we zijn wederom een stapje verder. We zien dat hij hier nog in de container zit. En aan de rechterkant zien jullie de eerste foto's die zijn vrijgegeven. Dus wederom positief nieuws. Hij zal binnen nu en niet al te lange tijd ook daadwerkelijk de certificeringsfase ingaan. Dus ja, eigenlijk al met al fantastisch nieuws. Als ik het dan moet afsluiten, voor zover het technologische gedeelte, dan zie je eigenlijk dat dit transportsysteem CO2-neutraal is, milieuvriendelijk is. Het zorgt voor een beter leefklimaat voor mensen en natuur. Het is goedkoper om mee te reizen. Het is eveneens goedkoper om te implementeren. Er worden gesprekken wel eens opgevangen en gedeeld dat de implementatie van U-Sky transport dat ongeveer is vanaf 5 kilometer. 5 kilometer, excuus. Vanaf 5 miljoen per kilometer. Er zijn ook verhalen die aangeven dat het wel vanaf 1 miljoen per kilometer kan. Het hangt helemaal af van in welke infrastructuur het wordt gebouwd. Wil je meer informatie hierover? Dan verwijs ik je naar www.skyway.capital. Daar kun je heel veel informatie over terugvinden. Dan gaan we naar de updates. En eigenlijk alles is zeker internationaal gezien begonnen met een aanvraag van CNN. Nu een aantal jaar geleden. Ze hebben een aanvraag gedaan of ze een bericht mochten maken van de ontwikkelingen op het Sharjah Research and Technology and Innovation Park. En of ze met name eigenlijk een bezoek zouden mogen brengen aan het U-Sky Transport and Certification Center. Nou, dat mocht. En sindsdien is eigenlijk wat er is gebeurd, is dat op elk continent, en hij heeft dat in elk land bijna daar bericht over heeft gedaan, over wat er gebeurt in de Emiraten. Dus dat is zeer positief. Maar voor de mensen die wat langer participeren, en zeker voor de mensen die van het eerste uur, die kunnen zich ook heel goed herinneren dat de tendens van de media veelal negatief was. Nou, tot nu toe heeft Yunitskiy String Technologies alle negativiteit weten om te buigen tot positiviteit en hebben ze ook zelfs rechtszaken op dit gebied gewonnen. Maar er zijn ook mediabedrijven,
of overheden die aangeven, ja, wij zijn in het begin inderdaad wat sceptisch geweest, maar we zien inderdaad nu wel in dat dit transportsysteem eigenlijk het meest innovatieve transportsysteem is wat we zouden kunnen implementeren in bestaande infrastructuur dan bij infrastructuur die nog moet worden ontworpen. Ja. Ook binnen de hoogste konterijen is Anatoly Yunitskiy bekend. We zien hem hier op de foto staan met koning Letzi III. En koning Letzi III is koning van het koninkrijk Lesotho en dat deelt zijn grens weer met Zuid-Afrika. Het geval wil dat ik koning Letzi III met eigen ogen heb gezien. Maar ja, wij mochten op dat moment geen telefoon gebruiken op het testpark in de Emiraten. Dat was natuurlijk op dat moment teleurstellend. Je ziet daar personen lopen, maar je herkent ze niet. Nadien, toen dit openbaar werd gemaakt, vielen alle kwartjes op zijn plek. En was het ons ook wel helder dat op dat moment gewoon niet kon. Maar koning Letzi III is op dit moment met Yunitskiy String Technologies of Used Car Transport, kan ik ook zeggen, in onderhandeling en aan het kijken of naar de mogelijkheden voor een route van het land Lesotho naar de havenstad Durban in Zuid-Afrika. Dus ook weer positief nieuws. Dan het 15 kilometer lange traject. Dat traject circuleert al heel lang. Maar Nadessa Kosareva heeft zelf aangegeven dat de ontwikkelingen voor het traject in Dubai nu in volle gang zijn. Dus dit is ook weer zeer positief nieuws. Wil je hier meer informatie over vinden, dan verwijs ik je naar www.ust.inc. Daar kun je alles rustig teruglezen. Nou, de RTA van Dubai, die hebben module meegenomen naar de afgelopen InnoTrans in Berlijn. En we zien hier de Unibike, dat is eigenlijk de vorm van de Unibike. We zien ook het U-logo, logo van Yunitskiy String Technologies. En de RTA heeft hiermee willen laten zien welke richting zij op willen. Dus ze hebben hier wederom het grootste publiek kennis laten maken met de modules van Used Car Transport, Yunitskiy String Technologies, zo je wil, je mag het allebei noemen. En op die manier gewoon de wereld aangeven, nou, dit is wat wij willen. Dit is Hussein El Mahmoudi, dat is de CEO van het Charger Research Technology and Innovation Park. En hij geeft aan, zodra het tot een succesvolle certificering komt op het testpark in Sharjah, dan zullen wij de eerste drie commerciële routes voor Sharjah bekend gaan maken. Nou ja, inmiddels voor de mensen die goed hebben opgelet, zie je dat er al conceptvoorstellen zijn gedaan. Maar het geeft wel aan hoe er wordt gekeken. En dit is een van de eerste routevoorstellen voor Sharjah. Dit is hoe het eruit zou kunnen zien. Het kan veranderen. Er zijn verschillende routes, langere, kortere, met verschillende opstapstations, verschillende U-busses, de hoeveelheden, snelheid. Alles is berekend. Dus je ziet dat achter de schermen al heel veel plaatsvindt. Nou, dit is Anatoly Yunitskiy met Oleg Seretsky. Oleg Seretsky was voorheen de CEO van Used Car Transport in Sharjah, maar is inmiddels die CEO van Used Coffery geworden. En Used Coffery is eigenlijk de marketing tool van Yunitskiy String Technologies, alles met elkaar in verbinding brengt. Maar we zien hem hier dus wederom aan tafel zitten met een afgevaardigde van de autoriteiten van Abu Dhabi. Ook in Abu Dhabi willen ze een aantal trajecten hebben. Daarnaast heeft Yunitskiy String Technologies tal van samenwerkingen met universiteiten. En waarom is dat? Dat is om studenten kennis te laten maken met de technologie van Yunitskiy String Technologies, maar er ook voor te zorgen dat de ontwikkeling van de technologie in de nabije toekomst gewaarborgd kan blijven. Nou, en dit is een van de grootste bedrijven van de Verenigde Arabische Emiraten op het gebied van oliewinning. En zij zijn ook komen kijken en zij zijn ook aan het kijken van wat zou Used Car Transport of Yunitskiy String Technologies kunnen betekenen voor ons bedrijf. Dus we zien dat er op verschillende vlakken naar wordt gekeken. Nou, hier zien we een foto met onder andere de sheik van het emiraat Ras Al Khaimah. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En we zien hem hier wederom zitten met Anatoly Yunitskiy zelf, Oleg Seretsky en de president van het Sharjah Research Technology and Innovation Park en nog veel meer. Maar zij is eigenlijk achter de schermen het grote hoofd. We zien daar heel weinig. Wil je hier meer informatie over hebben, dan verwijs ik je even wederom naar www.uskytransport of naar www.ust.inc. Kun je alles rustig tot je nemen. Maar ja, de sheik van Sharjah was zeer gecharmeerd van de ontwikkeling van Used Car Transport. Ook de Saoedi
Ook de Saoediërs vanuit Saoedi-Arabië zijn opnieuw komen kijken naar de ontwikkelingen in Sharjah. Want zij zijn bezig met, zoals velen weten, NEOM The Line. U-Sky Transport wordt in verband gebracht met de ontwikkeling daarvan. Wederom hier ook weer, zodra er geen officieel nieuws van naar buiten is gebracht, dan zijn het wandelgangverhalen. Dan moet je ze ook niet delen als zijnde officieel nieuws. Ik vind het woord moeten heel vervelend, dus het is ook echt niet dat ik jullie iets opleg, dat totaal niet. Maar het is inderdaad beter om het dus even ter kennisgeving aan te nemen en even ook hierin weer te wachten tot de officiële berichten naar buiten komen. Maar ze worden inderdaad met elkaar in verbinding gebracht. Maar het is dus even afwachten tot wanneer de officiële berichten naar buiten komen. En dit is Nadezhda Kosareva en zij geeft aan dat Unitsky String Technologies klaar is om de markt te betreden via Zuidoost-Azië. Dus dat zullen zij gaan doen via Indonesië en dan zullen zij ook de landen in Zuidoost-Azië, denk hierbij aan Vietnam, Cambodja, Burma, Singapore, eigenlijk al die Aziatische landen zullen zij gaan bedienen van Unitsky String Technologies. Nou, dit is wederom Oleg Seretsky met een entiteit in Indonesië. Ze hebben een Memorandum of Understanding getekend voor een traject van plusminus 3 kilometer. Om dat in Indonesië te gaan realiseren. Voor de mensen die hier wel langer participeren weten dat Indonesië in het verleden ook druk in de media is geweest. Dat is wat naar de achtergrond gegaan, maar inmiddels zijn ze weer ten tonele verschenen. En zien we hier dus ook dat de samenwerking opnieuw goed is bekrachtigd. Dan is er ook een samenwerking met een Europees bedrijf, City World of World Peace City. City World Peace. Het heeft verschillende namen, maar ja, goed. Ik heb het ook niet bedacht. Maar dit is dus een samenwerking ondertekend vanuit Europa, dus vanuit Spanje. Dit bedrijf is gevestigd in Spanje. En zij willen het traject gaan implementeren in onder andere Turkije, Saoedi-Arabië en in nog veel meer landen. Dus je ziet dat er ook vanuit Europa langzamerhand ontwikkelingen gaande zijn. Dus daarmee ook weer de eerste vraag aan het begin van mijn webinar van goh, zijn de ontwikkelingen in Europa? Ja, die zijn er, maar ja, die worden op dit moment nog heel stilgehouden. En zodra dat allemaal klaar is, wordt dat ook met jullie gedeeld en zal het ook op hun eigen pagina's worden gedeeld. Nou, in Rusland zijn er ook ontwikkelingen en ik realiseer me dat het ook best wel wat gevoelig ligt op dit moment. Maar het is heel belangrijk om jezelf te realiseren dat Unitsky String Technologies een internationaal bedrijf is. Zij opereren op internationaal niveau. Dus zij kunnen projecten afleveren in Amerika, maar dat kunnen ze ook doen in Rusland. En ik realiseer me dat het gevoelig ligt, maar Nadezhda Kosareva heeft iets meer dan een jaar geleden, plusminus anderhalf jaar geleden, aangegeven dat ondanks de huidige politieke situatie de ontwikkeling van Unitsky String Technology niet in het geding is gekomen. Dus dat is alleen maar positief. Maar dus ook in Rusland zijn ze aan het kijken naar commerciële trajecten. En dit zijn dan volgens Unitsky String Technologies de landen die op dit moment in onderhandeling zijn voor een potentieel commercieel traject. Nou, dat is Bahrein, dat is India, Indonesië en het Koninkrijk Lesotho, zoals reeds aangegeven. Dit zijn de landen waarbij Unitsky String Technologies zegt, nou, hier zijn de contracten mee afgerond en getekend. De Verenigde Arabische Emiraten, denk hierbij aan Dubai, Sharjah, Abu Dhabi. En om je allemaal een indruk te geven wat je kunt verwachten, want die informatie heb ik ook met jullie gedeeld. De Verenigde Staten, en die komt misschien voor heel veel mensen als een verrassing. Dan hebben we Rwanda, El Salvador en Kazachstan. Die lijst is eigenlijk vele malen groter, want ook Brazilië is op dit moment serieus aan het kijken. Er staan een aantal landen op die wel bezig zijn, maar die hier niet op staan. Denk hierbij aan Vietnam. In Vietnam hebben ze een entiteit opgericht via het Transnet. Dus ook daar zijn ze aan het kijken naar mogelijkheden voor commerciële trajecten van Unitsky String Technologies. Maar ook hier weer, zolang het nieuws niet officieel is, wil ik het ook niet als zijnde officieel nieuws naar buiten brengen. En dan blijft het nog even achterwege.
Nou, als we dan kijken naar een roadmap, hoe lang zou het duren om een contract van A tot Z te kunnen realiseren? Dus dat betekent, hoe lang duurt het om een traject te implementeren? Dan is dat ongeveer plus minus 2 jaar. Dan moet alles goed samenwerken en moet alles op zijn plek vallen. Dan heb je binnen 2 jaar een volledig werkend commerciële lijn. Nou, in het begin van mijn presentatie gaf ik aan dat ik ook gebruik maak van de applicatie AdvaHunter. En AdvaHunter is een applicatie die het mogelijk maakt om Unisci String Technologies te realiseren en te visualiseren zonder dat je de omgeving aanpast. Maar wat kan het doen? Het kan je dus wel een indruk geven van wat de mogelijkheden zijn van Unisci String Technologies en hoe weinig ruimte dat in beslag neemt. Nou, ik doe dit op dagelijkse schaal en ik zorg ook voor dat andere mensen bijvoorbeeld hun presentaties kunnen aanpassen en mensen dus ook in verschillende landen de mogelijkheden van Unisci String Technologies kunnen laten zien in een bestaande eigen omgeving. Dus je hebt in feite nu geen 3D video's meer nodig, maar het is allemaal bestaand. Het enige wat 3D is de visualisatie van de modules van Unisci String Technologies. Nou, dan gaan we dan ook daadwerkelijk naar stage 15.1. Het heeft heel lang geduurd. En als alles goed gaat, dan gaan we volgende week donderdag, zal dat plaatsvinden. Dan gaan we van stage 14.3 naar stage 15.1. Ik heb verschillende vragen gekregen van hoe lang duurt het nou, hoe lang gaat het duren, hoeveel substages bevinden zich in stage 15. Er gaan verschillende verhalen de ronde. Ik denk dat het heel goed is om voor onszelf om het gewoon rustig te volgen. Heeft het meer waarde om te weten hoeveel stages zich zullen bevinden in stage 15? Ja, dat kan ik me voorstellen. Als ik het officiële nieuws bij de hand moet pakken, dan is wat de stageplan ooit heeft voorgeschreven, dan zijn er 4 substages. Maar Unisci kan hier zelf over bepalen. Dus het kan zijn dat we stage 15.1 hebben, 15.2 hebben en dat het daarna klaar is. Maar laten we gewoon rustig afwachten. Ik denk dat het al heel goed is dat we na zo'n lange tijd van wachten, dat we toch stage 15.1 gaan bereiken. Ik denk dat het heel positief is. Nou, dit zijn de informatiekanalen die je kunt raadplegen mocht je vragen hebben of mocht je eigenlijk de informatie willen hebben. We hebben voor de Nederlandse tak ook een WhatsApp groep opgericht en ik realiseer me ook dat de Belgische mensen ook wel deel zouden willen nemen aan deze groep, omdat de informatie toch wel heel gecentreerd binnenkomt. Deze vraag is inmiddels gedeeld met de Belgische leiders, alleen ja, zij zijn verantwoordelijk over het reilen en zeilen in België. Dat kan ik helaas niet, dat kan mijn collega Nettie Sommers niet. Maar weet wel dat die vraag daar al is neergelegd. Mocht je beschikken over de Nederlandse nationaliteit, of een Nederlands nummer hebben, kan ik beter gezegd hebben, dan ben je natuurlijk van harte welkom. Mocht je het niet hebben, dan kun je jezelf aanmelden op een van de andere mediakanalen, zoals de Facebookgroep, zoals de Skypegroep. De Skypegroep, daar posten we eigenlijk heel weinig in, maar daarvoor hebben we wel een andere Skypegroep in het leven geroepen. We hebben dus ook de WhatsApp groep, een Telegram kanaal. Dus mocht het zo zijn dat er ergens een keer storing komt of dat er providers pech hebben of problemen hebben, dan zijn we toch altijd op een van de vele manieren nog steeds bereikbaar en kunnen we nog steeds met jullie in contact blijven. Dit zijn onze telefoonnummers. Mocht je nou vragen hebben, mocht je problemen hebben met een betaling of met je account, of dat je ergens niet uitkomt, laat het ons even weten. Nettie en ik zijn eigenlijk bijna 24/7 bereikbaar. Het klinkt heel gek, maar dat is zo. Dus ja, mocht je een vraag hebben, wij zijn er voor jullie om ervoor te zorgen dat jullie met een gerust gevoel de rode draad kunnen blijven volgen in de ontwikkeling van Unisci String Technologies. Ik ben hiermee aan het einde gekomen van mijn presentatie en ik wil jullie dan ook hartelijk danken voor jullie tijd, aandacht en energie. Zoals reeds aangegeven, mocht je vragen hebben, jullie kunnen ons altijd benaderen. Mocht er een ander probleem zijn, dan zijn wij er ook voor jullie. Vanaf april is de intensiteit van onze webinars, dat wil ik nog wel even kort meedelen, even afgenomen. Wij geven nog maar 2 webinars, maar daarvoor in de plaats gaan er wel weer presentaties op locaties die zullen er aankomen. Dus zodra deze beschikbaar zijn, zullen we deze als eerste delen in onze WhatsApp groep. En daarna zal
zullen wij delen met jullie allemaal. Dan ga ik de opname afsluiten en dan wens ik jullie in ieder geval een hele fijne avond. En dan hoop ik jullie te mogen verwelkomen op de eerstvolgende webinar die Nettie Sommers zal geven. En zodra deze datum beschikbaar is, zullen wij die ook met jullie delen.